En NDP-parlementariër Claudy Sabayo heeft de regering gevraagd om dringend in te spelen op de problemen waarmee de middelbare school van Marowijne te kampen heeft. Ook pleit ze voor het aanpakken van de toestand waarin enkele nierdialyse patiënten verkeren. Ze kaarten de zaken vandaag aan op een openbare vergadering in de Nationale Assemblée. Het eerste betreft de VOS-scholengemeenschap van Mungotapu. Een aantal bezorgde burgers hebben mij benaderd, voorzitter, om aandacht te vragen voor de omstandigheden waaronder de studenten momenteel gebukt gaan. En het gaat erom dat de scholengemeenschap 6 middelbare scholen telt. En het eerste kwartaal is reeds achter de rug. En de repronde is ook afgerond. Echter ontbreken de volgende docenten voor de vakken Nederlands, geschiedenis en Spaans. Tegelijkertijd vraag ik ook aandacht voor VOJ Albina, want daar ontbreekt een leerkracht voor het vak Spaans. Kan de minister zo spoedig mogelijk interveneren, voorzitter, dan wel het daarheen leiden dat er een oplossing komt in kwestie. Voorzitter, ik begrijp de bezorgdheid van deze studenten en ik vraag dus aandacht van de regering hiervoor. Het tweede waar ik aandacht voor vraag, is dat van de nierdialyse patiënten in Paramaribo die gisteren een zware dag hebben gehad. Sabayo zegt dat enkele patiënten al vroeg bij een nierdialyse centrum waren voor behandeling, maar ze konden niet geholpen worden omdat er een betalingsachterstand is en de nodige attributen niet zijn aangeschaft. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid legt uit hoe de zaken precies zitten. Direct in te gaan op het probleem van gisteren, namelijk de dialyse bij de dialysekliniek van NNC, Nationaal Nierdialyse Centrum, kan ik aangeven dat ik gisteren om 10 uur ook inderdaad op de hoogte werd gesteld dat er problemen waren. Patiënten konden niet aan de stoel. Ik heb gelijk contact gelegd met de directeur van het academisch ziekenhuis, waarmee is gerapporteerd dat er sprake was van een late aanlevering van dialysaat en dialyseverbruiksartikelen aan het NNC. Er zijn betaalafspraken. Er zijn afspraken die ook lopend zijn. En in ieder geval moet ik zeggen dat de betalingen plaatsvinden volgens een betalingsregeling. En dat er gisteren sprake was van een late aanlevering van dialysaat en dialyseverbruiksartikelen. Ramadien zegt dat eraan gewerkt wordt om dergelijke zaken in de toekomst te voorkomen. Hij garandeert dat de mensen nu geholpen kunnen worden. Sabayo stelt dat het niet netjes is dat autoriteiten slecht communiceren met mensen die een bepaalde medische toestand verkeren.